Het ministerie van Openbare Werken probeert zoveel mogelijk in te spelen op de vraag van de samenleving. Het volk klaagt volgens minister Riyad Noor Mohammed vaak over de problemen met de wegeninfrastructuur, voornamelijk over het zand op straat. In die overweging streeft het departement ernaartoe om te investeren in materieel. In dat kader zijn vandaag twee nieuwe gradermachines en een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Het gaat om een pilotproject om na te gaan als het onderhoud meevalt, zegt Noor Mohammed. En misschien had u verwacht dat we 5 zouden hebben, maar we hebben gekozen voor 2 voor dit jaar. Want we willen ook kijken of we het kunnen onderhouden, et cetera. Dus vandaag zullen 2 graders, Caterpillar, Sasurmaak, overgedragen worden. En een veegmachine is na jaren. We hebben geen 10 gekocht, maar eentje die we efficiënt kunnen gebruiken. En als het goed gaat, dan gaan we misschien overwegen een tweede. Omwille van het vele zand, dat geklaag van die burger. Die burgers hebben niet gezegd, koop een hijskraan. Ze hebben gezegd, minister, we hebben last van het zand op de weg. Vooral die fietsers en bromfietsers. Nou, vandaag is een belangrijk moment voor die groep. Toch? En u gaat straks zien, modern equipment. Onze operators bij OW. Toch? Weet je, ik heb een hekel als OW in oude kapotte dingen moet rijden. Wij moeten ook die standaard hebben. Onze operators moeten ook met trots kunnen groeien met technologie. Dus het is ook een cadeau voor onze operators. Minister Noor Mohammed zegt dat er is gekozen voor lokale bedrijven om het materieel aan te leveren aan openbare werken. Zodoende wordt de lokale bedrijvigheid gestimuleerd. De bewindsman geeft verder aan dat er ook geïnvesteerd wordt in transport en werkmateriaal voor het stafpersoneel. Maar er zijn ook pick-ups geleverd. Want ook aan directieleden moeten we het werk op het veld moeten gaan. Vorig jaar hebben we, ik weet niet, 10 pick-ups gehad. Onlangs weer 10 pick-ups voor directieveldwerk. Toch ook dat moet gebeuren. Nieuwe pick-ups, want dat ding van die oude halve garen is onveilig. Is ook geen gezicht namens het ministerie van OV. En binnenkort komen nog 10 pick-ups. Vooral voor de districten. Toch? Want af en toe krijg ik een foto. Minister, kijk, je arbeiders zitten in een halve gar pick-up. Dat is verboden, het mag niet. Minister Noor Mohammed benadrukt dat het ministerie veel werk verzet. Met de 2 graders en de veegmachine hoopt de bewindsman dat de klachten over infrastructurele werken minder worden. Voornamelijk in de randdistricten moeten de klachten worden beperkt. Binnenkort zal het ministerie nog meer gradermachines aanschaffen.